Het is koud vandaag. Oh man. Ja, maar goed. Allemaal bijzaak en mensen vinden het helemaal niet interessant om te horen. Wat ze wel interessant vinden is om te weten wie er in de auto zit. Mij kennen ze ondertussen wel, want ik ben een soort stuntman met auto's. Mensen kennen mij van de video's, maar jou niet. Dus goed om je even voor te stellen, denk ik. Yes. Wie ben je? Ik ben Martijn, ik ben 25 jaar en dit is mijn Ford. Ja, Ford. Mijn Ford. Nou, zo'n Ford is altijd een heel verstandige keuze, hè, want dan kunnen je ouders, je bent 25, is het niet meer helemaal boeiend, maar kunnen al een Mikey kunnen ze bestellen en dan kunnen ze inprogrammeren hoe hard je mag rijden en hoe hard de stereo mag onderweg. Als het goed is, staat dat hier niet. Je had gewoon zelf de keuze. Ja. Ja, want je hebt een Ford, maar je hebt wel een hele leuke Ford. Ja. Fiesta. En dan de ST. Juist. Nice. Yes. Dit is oprecht een van de leukste auto's. De vorige generatie vond ik al fantastisch. Mm-hmm. Maar ook deze is echt een van de leukste auto's, vind ik, op dit moment. Klein, licht, snel. Ja. Het hele pakketje. Zullen we maar gewoon even beginnen met heel simpel wat het is. Is goed. Wil je hem al in sport hebben of wil je nog lekker rustig? Oh, we rijden even warm en dan gaan we zo eventjes. Want het is de nieuwe. Hè? Dit is de nieuwe. De nieuwste generatie. Dus dat is de 3-cylinder. De 3-cylinder. Dus dan hebben we het over een 1 liter. 1,5. 1,5 liter. Met een turbootje. Ja. Met een turbootje. En die is goed voor 200 pk in overboost? Of is dat nee, altijd? Gewoon altijd. Altijd. Ja. Okay. De vorige was nog in overboost. Hè? Dat was 180 pk met 20 erbij in overboost. Ja. Nee, deze is gewoon standaard. Deze geeft je gewoon altijd alles. Ja. En de koppel is volgens mij 92, maar dat weet ik niet zeker. Volgens mij is het 92. En voor zover ik het weet, is die een stuk rapper nog dan de vorige 200 pk variant. Ja, alle tests en vergelijkingen beweren dat in ieder geval. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze nooit naast elkaar gezet. Nee, ja, ik heb wat filmpjes gezien, maar... Ik vind het echt een onwijs leuke auto. En dat kan ik nu al vertellen voordat we dit rondje hebben gereden, want ik heb er al vaak mee gereden. Maar wat was voor jou de reden om hier naar op zoek te gaan? Nou, het begon eerst toen ik voor mijn eerste auto ging kijken en ik wilde iets snels hebben, maar wel iets wat te betalen was. En dan kom je bij kleinere autootjes uit. Ja, hot hatchbacks. Ja. En toen heb ik eerst een beetje rondgekeken. Ik was op zoek naar een Abarth. Ja. Ik zag ook een ST150, vond ik al een gaaf ding, was wat goedkoper. Ja. Uiteindelijk toch voor een Abarth gegaan. Ja, zeg maar, Abarthjes zijn over het algemeen blijven die vrij duur. Ja, die blijven wel. Ook wel waardevast, dus het hoeft je niet per se geld te kosten als je de auto weer verkoopt. Nee. Ja, je krijgt er ook meer voor terug dan voor een andere hot hatch. Ja, zeker. En toen heb ik er naar gekeken, toen daarna heb ik weer gekeken naar... vorige generatie Fiesta ST. Maar toen weer een andere Abarth gekocht. toch weer in de Abarth gebleven. Maar ik vind nog steeds die vorige generatie echt ook ontzettend gaaf om te zien. Ja. En hij is iets scherper, iets harder geleid dan deze generatie. Hij is echt, Maar ik vind hem ook iets sportiever eruit zien. Maar, en 3 deurs natuurlijk. Ja, en of tenminste deurs. In Nederland in bijna alleen maar als 3 deurs. Ja. Ze zijn er heel even als 5 deurs geweest op het eind. Ja. En ze zijn in andere landen wel als 5 deurs veel verkocht. Ja, ik heb toen wel gekeken in Duitsland inderdaad naar een 5 deurs. Maar dat werd weer een Abarth. Toen heb ik een klein foutje gemaakt door een Golf GTD te kopen. Want ik reed best wel veel kilometers, 40.000, 50.000 per jaar. En dat werd met mijn Abarth zonder cruise control en... Net de harde stoelen werd dat, dat was niet heel prettig. Nee. En toen wachtte ik eigenlijk totdat deze uitkwam, want er waren wat renders online gekomen. Alleen met die renders had ik zoiets van, ja, ik ga dit ding echt niet kopen. Ik vond hem heel lelijk. Ja. Alleen toen ik hem in het echt ging bekijken in de showroom, toen vond ik het toch best wel grappig. rondje meegemaakt. En het eigenlijk laten bezinken, want ik dacht van ja, ik heb nu een prima Golf, die ga ik niet voor een Fiesta inruilen. Nee. En 3 maanden later, dacht ik nog steeds
van die Golf is prima, maar ik dat was zo gaaf om in die Fiesta te rijden. Het was zoveel lichter. Ja. En dat miste ik gewoon heel erg vanuit dat ik uit die Abarth kwam. Ja. Dat snap ik wel. Dus toen naar de Fiesta gegaan. Dus toen overgestapt naar de Fiesta. Ja. Is wel inderdaad echt een stuk minder comfortabel dan je Golf, denk ik. Als je zoveel kilometers rijdt, rij je wel al die kilometers nu met deze auto? Of? Nou, ik heb er nu niet zo heel veel gereden. Okay. Ik heb er nu 30.000 mee gereden in een jaartje. Dus dat is nog wel redelijk, maar best veel, ja. Geen vakantie nog gedaan. Veel minder naar klanten toe. Dus het had nog veel meer kunnen zijn. Ja. Met de Abarth en de Golf, ja, dan zat het rond de 40.000-50.000 in een jaartje. En dat was, dat kan hier beter mee dan in die Abarth. Dat was echt een ramp. Een ramp, ja? Ja. Ja, het zijn wel, Abarth 500 zijn echt superleuk voor in de stad en af en toe eens een keer een dijkweggetje vlammen. Vind ik, is mijn mening. Ik bedoel, als je er een Alpenrit mee wil gaan doen en het hele heel Europa mee door wil rammen, be my guest, maar ik vind hem daar wat Spartaans voor. Ja, ik ben met mijn vader toen naar Italië en Frankrijk geweest. Ja. En dan rij je in 11 dagen 5000 kilometer en ja, dat is niet, je komt niet heel relaxed aan op je bestemming, zeg maar. Je komt niet uitgerust van je vakantie terug. Nee, zeker niet. Zo lekker door. Ik vind het geluid van die driecilinder ook zo leuk. Ja. Het is toch een beetje een soort van half Boxster-blokje of zo wat je hoort. Ja, maar je moet het ook echt meemaken. Want in alle reacties, mensen die hem nooit hebben gehoord, die hebben toch een mening over die driecilinder. Ja. Maar het interesseert mij helemaal niet zolang het maar goed rijdt en een beetje klinkt. Ja. En ik was er heel erg over verbaasd toen ik hem voor het eerst ging rijden. Want vanuit die Abarth die maakte ontzettend veel lawaai. Nou, die Golf absoluut niet. Dus ik wist niet zo goed wat ik hiervan moest verwachten, maar En de grap is dat je met deze auto ook eigenlijk meer het motorgeluid hoort, en het versterkte motorgeluid natuurlijk, want Ford doet daar nog wel trucjes mee via de box en zo. Ja. Of via pijp onder het dashboard trouwens. Ik weet het niet precies. Denk ik, volgens mij wel. Maar in ieder geval, er worden wat trucjes uitgehaald. Maar je hoort meer het blokje dan dat je de uitlaat hoort, wat je tegenwoordig veel vaker hebt, dat je meer van achter het geluid hoort komen. Als je hem in sport zet, dan wordt dit nog voor iets. Jij weet blindelings natuurlijk de knop te vinden. Rijmode sport. Ja. Oeh. Nou, dan gaan we meemaken, jongens. Het is winter, het zonnetje staat laag. Oké, maar goed. Lange ritten met die auto's, met die Abarth was dus niet echt top. Nee. Daar is dit al wel echt veel beter voor. Hè? Ja, ik met de Golf ben ik al naar Oostenrijk geweest. Dat was wel een stuk prettiger en comfortabeler. En ook omdat het gewoon een automaat was. Ik dacht, ik zag een leuk slingerweggetje, maar dat is iemand zijn privé slingerweggetje. Ja, kan misschien wel. Maar Eén keer heel snel. En dan, Nee, met de Abarth was het. Deze zit wat mij betreft precies tussen de Golf en de Abarth in. Qua hoe comfortabel het is en qua hoeveel fun je ermee kunt hebben. Ja, precies. Ja, ik vind ook wel, het is niet oncomfortabel. Het is gewoon prima mee te leven inderdaad. Maar ook gewoon zo serieus leuk als je ermee gaat hoeken. Ja. Ik heb er niet eens heel veel mee gereden nog, maar de kilometers die ik ermee reed, dat was bij Ford op het testcircuit in Lommel. Okay. En toen heb ik ook een stuk meegereden met Leo Roeks, hoofd van Ford Performance. Ja, ik heb het filmpje wel goed bekeken voordat ik. Ik vond het zo leuk dat hij ook zei van ja, weet je, hij wilde auto's engineeren op een manier dat hij een bocht kon inzetten en dan de rest van de bocht de besturing kon regelen met het gaspedaal. Dus dat geeft aan dat je heel veel aandacht besteedt aan je onderstel. Want dat kan alleen maar als de auto heel goed in balans is. Maar dat was voor hem echt de truc, zeg maar. Ja, ik wil dat echt zo dat moet lukken. Dus ik wil één keer inzetten en dan met het stuur gewoon de lijn in de bocht kunnen bepalen. Ja. Ja, toen liet hij ook even zien hoe dat ging op dat testbaantje daar. Nee. Ja, dat is echt heel erg vet. Echt heel erg gaaf. Het autootje is zo goed gelukt.
Ja. En iedereen is er ook enthousiast over, ondanks die drie cilinder. Alle, niet alleen ik, maar al mijn collega-journalisten, nationaal en internationaal, zijn het erover eens dat dit gewoon weer, ja, misschien wel de beste hot hatch in zijn soort is. Dus ja, beter dan een Polo GTI, beter dan, nee, noem het allemaal maar. Ja. Ja, ik heb zelf in de Polo GTI niet gereden, dus, en wel in de Mini Cooper S dan. Ja. Maar ja, die vind ik qua budget niet eerlijk, want die zit dan weer veel hoger dan... Nee, maar ja, een Mini moet je tegenwoordig ook eigenlijk meer tegen een Golf afzetten dan tegen een Polo. Ja. Hè? Dat is, er is niet zoveel Mini meer aan Minis. Het enige wat ik heb met dit blokje, is dat ik voor mijn gevoel te vroeg moet schakelen. Uh-huh. Omdat hij anders in de begrenzer gaat vliegen. Ja. Dat is wel... Nee, dat hij nodigt uit om te vlammen, zeg maar. Maar ja, je komt vrij snel, kom je al bij die begrenzer uit. Komt u maar met uw V2. Ja, volgens mij heeft het ook te maken met het blok. Want je kan ook net niet tot de 100 doorhalen in zijn 2. Je hebt dan net zijn 3 nodig. En waarschijnlijk heeft hij dan de 96 mijl per uur. Ja, dat denk ik wel. Zodat hij daar de gunstige tijd had. Wat wel een beetje suf is trouwens, want Ford Europa heeft er hard aan meegewerkt. Ja. Het is echt net op misschien het dat hij, misschien dat hij net de 100 aantikt, zeg maar, technisch gezien, in zijn 2, als ze hem voor in de begrenzer jakken. Ja. Dus dat hij net voor het schakelmoment zit, voor de optimale sprinttijd naar 100 in de specificaties. Want dat is natuurlijk waar ze heel snel naar op zoek zijn met dit soort auto's. Ja, dus dat zo dicht mogelijk bij komt. Het zou maar zo kunnen hoor, als hem in zijn 2 in de begrenzer rammen, dat hij dan net de 100 heel even aantikt. En is voor jou een auto, zeg maar, zoals die uit de winkel komt, moet die zo blijven? Of ben je ook wel iemand die na verloop van tijd zijn auto's een beetje gaat aanpassen, modificeren? En qua uiterlijk wil ik het eigenlijk altijd standaard hebben. Ja. Dus nu heb ik dan de wintervelgen met winterbanden eronder, maar alles gewoon standaard Ford. Ja. En dus de zomervelgen, die zijn ook gewoon van Ford zelf. Ja. Nee, ik ben zelf geen fan van het aanpakken van de buitenkant. Ik vind het wel leuk om hem langs een tuner te brengen voor een chipje. Ja. En een ander uitlaatje en zo. Dat soort dingen kunnen wel. Ja. Maar nee, het uiterlijk is... we hebben hele goede jongens aangezeten. En dat, ik ben daar geen fan van. Nee, dat kan. Dat kan me ook niet een beetje verlagen of zo. Of, nee, eigenlijk niet. Ja, kijk, ik weet ook niet of deze auto er leuker van zou worden. Hoor. Ik zit er even... Ja, als ik echt dingen zou missen, dan zou ik het best wel willen. Maar ik rijd ook nou niet iedere dag als een idioot door alle bochten. En dat niet ik het dag. Nodig heb. Nee, niet iedere dag. Dus ik wil best misschien nog een ander uitlaat eronder. Ja. Maar ik vind hoe die nu klinkt ook best wel prima. Ja, ik vind het ook. Ik denk ook niet dat ik hier direct. Ja, heb ik bijvoorbeeld als ik in onze Swift rij, onze duurtester, dan denk ik ook, oh, kom op, maak eens wat meer lawaai, weet je, doe eens iets dramatischer. Ja. Maar in deze auto heb ik dat ook niet direct. Ik denk van, dat heeft hij nodig. Nee. Is gewoon, als je hem doorhaalt, dan bromt hij echt wel leuk. En, ja, hij knalt ook wel redelijk, maar ik heb het nu nog niet echt gehoord. Nee. Maar knallen. Hij deed net een keertje toen terugschakelen. Okay. Dacht ik, zeker. Hoor, ja, hij echt ploft. Als je echt lang aan het scheuren bent, dan ploft hij achter elkaar door. Ja. Maar je hoort het van buiten veel meer dan dat je het van binnen hoort. Ja. Ja, daar. Dat was hij. Ja, het is wel heel erg gemaakt, want je hebt altijd drie klapjes. En toen straks deed hij één keer gewoon een harde tik toen hij overschakelde. Dus dat is dan waarschijnlijk niet geëngineerd. Dat is dan. Maar inderdaad, een fantastische rijkunst. Ja, dat zal het zijn. Het is wel leuk. Ja, het is ook wel leuk dat het gewoon standaard is. Kijk, een heleboel auto's kun je wel die pop en bangs dingen erop zetten. Ja. Maar of het nou altijd best is, dan weet ik niet. Nee, dat weet ik bijvoorbeeld van Martijn. Die heeft zijn ME35i. En dan kan je gewoon in de software kan je aanzetten hoe lang die pops en bangs moet doen. Dus over welke periode. En volgens mij zelfs nog hoeveel of hoe hard of zo, weet ik veel. Kan je echt helemaal in de software ingeven. Okay. Dus als je zeg maar 0,8 seconden en dan luid of minder luid of zacht of weet ik heb je allemaal dat soort opties in de software zitten. Moet je natuurlijk wel met de software aan de slag. Nu is die wel wakker geworden. Nee. We hebben het erover. Hè? Oh, ze willen meer lawaai, nou, dan doen we dat. Ja. Nee, maar verder het uiterlijk vind ik, ja, ik vind de achterkant wat saai van de auto. Ja. Maar ja, ik ga er ook niets aan veranderen. Nee. Een chipje zou uiteindelijk nog wel mogen.
niet dat ik het nodig vind, maar het lijkt me best wel... Is er al veel voor te krijgen? Ja, zoals Mountune en zo zijn er ja, wel... Ja, Mountune heeft hem en je hebt Revo. Ja. En die knallen hem wel richting de 250 pk gewoon direct. Serieus? Ja, maar dat er zijn nog een beetje twijfels over met de driecilinder of dat helemaal... Ik vind 250 pk uit een driecilinder wel een beetje ambitieus. Maar ja, ja. Goed, weet je... Dat ja, is zeg natuurlijk... maar, er zitten een beetje tussen 235 en de 250 en het ligt er dan natuurlijk nog aan of je... ook je inlaat en intercoolers en weet ik het allemaal. Ja. Maar er zijn jongens die er gewoon met een Stage 1 250 pk uithalen. Ja. Ja, het kan natuurlijk wel, maar het is wel. Het klinkt inderdaad als vrij hoge belasting voor het blok. Ja, het is wel een flink verschil met wat het standaard is. Ja. Ja. Ja, en eigenlijk is 200 pk uit een 1.5 al best wel pittig. Ja. Ja, als Ford nou ooit toch eindelijk de wensen inwilligt van nou ja, bijna iedereen die Ford een warm hart toedraagt en met die Fiesta RS komt, zou je dan willen upgraden? Of niet? Gaan ze nooit doen. Hey, dat is, iedereen wil het altijd, maar inderdaad, de kans is niet zo heel groot dat het gaat gebeuren, want het zou altijd de Focus RS in de weg zitten. Ja, klopt. En ik weet het niet, qua prijs zal dat ook helemaal... Ja, ja in Nederland wel, hè, maar dit, ja, is, dit ja. is natuurlijk ook een beetje nee, dat is waar, maar het lastige dat het bij ons altijd heel erg vertekent. Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het is natuurlijk nu wel, ik had die Golf en die was wat praktischer en wat ruimer. Ja. En daarmee had ik zoiets van, hey, dit is wel een mooie auto voor later, zeg maar. Focus RS dan? Of, nee, gewoon met de Golf had ik dat. Oké. En... Ja. Maar toen bedacht ik ook van ja, dit is inderdaad een leuke auto voor later. Dus wat doe ik er nu mee? Ja. En ik denk dus uiteindelijk dat het wel iets groter mag dan als er een Fiesta RS zou komen. Dan zou het toch eerder een Focus RS zijn. Dat je net iets meer ruimte hebt. Ja. Ik vind het ook wel toevallig vanmorgen toen ik wegreed deze kant op. Toen reed ik de straat uit en toen kwam er eentje me tegemoet. Een witte. Ja. En ik moest even twee keer kijken ook. Want van de voorkant vind ik het niet eens zo heel erg opvallend dat het een RS is dan. Als het gewoon zo'n standaard kleur is. Als het dat harde blauw, dat herken je meteen. Ja, ja. Maar het is wel echt een dikke machine ook om te zien, vind ik. Ja. Dus dat zou nog wel... dus de volgende auto zou wel een Focus RS kunnen worden voor jou. Maar een Fiesta RS zeg je vandaag. Ik weet het niet. Ik vind wel met de huidige Focus RS... Ik, omdat ik wel elke dag in mijn auto's rij en... wel redelijk wat kilometers maakt, vind ik het wel prettig om iets nieuwers te hebben. Dus de huidige Focus RS die vind ik eigenlijk al te oud. Ja. Ook met, hij is ook wel, als je zoveel kilometers rijdt als jij, de Focus RS is wel echt dorstig. Ja. En dat vind ik hier echt heel ideaal aan. Het is niet heel zuinig, maar je kan er gewoon elke keer... Als jij rustig rijdt, wat haal je hier dan mee qua verbruik? Echt snelweg zit ik rond, dan kun je best wel rond 6,4 per 100 kilometer zitten. Dus dat is even omgerekend. Ja, rond de 1 op 16, 1 op 17 denk ik. Ja. Maar ik heb nu volgens mij 9 liter per 100 kilometer. En dat is vooral stad en ja, als je een tunneltje ziet even in sport zetten en dat soort dingen. Ja. Maar je kunt er wel eigenlijk altijd mee scheuren zonder onder die 1 op 10 te komen. En dat vind ik best wel nice. Want ja, dat is wel echt heel netjes. Ja, je hebt een heleboel auto's waar je er niet eens met rustig rijden boven komt, zeg maar. Dus dat ja, natuurlijk, dan kun je wat harder, maar ja. Dat is wel echt heel, ja, dat is heel... Heel redelijk qua verbruik. En zeker als je auto dan zoveel gebruikt natuurlijk. Ja. Nee, ik vind de Focus RS heel erg tof. Ben ik meer benieuwd naar de volgende. Maar ja, dat gaat de eerste. Ja, dat gaat ook een duur grapje worden. Dat denk ik ook wel, ja. Hij is leuk hoor. Hey. Oh, ik had er een lange tijd niet in gereden, maar. Wederom weer heel erg hebberig van. En ik moet zeggen, dat is wel iets... Ook de vorige generatie Fiesta ST maakt mij nog steeds echt heel erg hebberig. Ja, snap ik. Het is gewoon leuk. Het is gewoon de perfecte combinatie van dagelijks bruikbaar... en heerlijk de hooligan uithangen... als je daar eventjes zin in hebt. Dat is bij mij best vaak. Ja, ik vind het ideaal. Het is
natuurlijk, het is geen hele dikke machine waar iedereen naar omkijkt. Als je dat wil hebben. Met Abarth stonden ze heel vaak naast me bij het stoplicht, allemaal klaar om te racen. Terwijl jij er elke dag in rijdt en denkt van ja, bekijk het. Zoek het even uit. En hier is het gewoon, gewoon relaxed. Lachen, man. Ja. Tof ding. Ik heb hem over de 34.000 kilometer gereden voor je. Dankjewel. Ik denk, dan is het maar gebeurd. Ja. Ja? Dan hoef je zelf die pijn niet te hebben. Bedankt dat ik erin mocht rijden. Ja, is geen probleem. En heb je nog spannende dingen die je eraan toe moet voegen? Of zijn we er... Nee, helemaal niets. Oké, okay. Nou, in dat geval bedankt. En heb jij een toffe auto waarin we mogen rijden? Of waarin we moeten rijden volgens jou? Meld je even aan. Hieronder vind je de link. Kan je op klikken. En, of niet. Of je moet hem overtypen. Dat kan ook. Dat weet ik eigenlijk niet hoe dat gaat. En dan... zit ik binnenkort misschien bij jou in de auto? Jou aan het bang maken op de bijrijders? Veel mee toch? Het is veel reizen mee. Het is veel mee. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Hoi.